Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Ranger Request. In Beekse Bergen zijn best wel wat nieuwe dieren geboren, aangekomen vanuit andere dierentuinen en we gaan ze even bezoeken. Tot zo! Nou, hier ergens op de volgende vlakte zijn twee nieuwe dieren. Dit is dus op de autosafari. Ik moet wel even goed zoeken hoor. Nou kijk, hier hebben we de eerste. Nou, op deze grote vlakte hebben we twee nieuwe bewoners, waarvan eentje Gratje, het kleine kameel. Ja, Gratje, ik heb de naam niet gegeven. Gratje is inmiddels 7 weken oud en het gaat super goed met hem. En hij weet zijn weg al redelijk te vinden. Hij gaat ook hartstikke goed met zijn moeder Priscilla. De andere moeten we wel even zoeken. Want ik weet niet precies welke het is. En dit is het nieuwe Przewalski paard in het safaripark. Het is een vrouwtje en heeft de naam Ilona gekregen. Ze is al bijna 2 jaar oud. Ze staan nu nog een beetje apart van de andere paarden, want ze moet natuurlijk nog een beetje wennen. Maar dat zal vast snel goed komen. Het volgende nieuwe dier is bij de Okapi-stal te vinden, dus moeten we weer een stukje verder rijden. Nou, daar zijn we aangekomen bij de stal van de Okapi's en Sitatunga's. En bij de Sitatunga's is misschien een kleine Sitatunga geboren. We gaan er even kijken. En loopt dus al goed mee met de rest van de groep. En die is dus nog maar een week oud. De naam van de kleine Sitatunga, dat is Shanna. De Sitatunga's zitten in hetzelfde verblijf als de Okapi's hier. En Guus de Okapi komt ook heel even kijken wat er allemaal gebeurt met die interessante camera. Is dus op het resort ook blijkbaar een giraf nieuw aangekomen. Freddy heet die. En Freddy die komt uit Duitsland. In een Duits dierenpark werd zijn verblijf verbouwd. En ja, konden ze hem heel even eigenlijk niet huisvesten. Of konden ze hem eigenlijk nergens kwijt. Dus zou die hier op het resort bij ons nu verblijven? Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het af en toe wel heel moeilijk vind om een giraf te herkennen. Want ja, ze lijken allemaal zo op elkaar. Maar ik heb te horen gekregen, hij heeft hele donkere vlekken, bijna zwart en een best wel witte kop. Dus even kijken wat we hem kunnen vinden. Witte kop. Donkere vlekken. Ik denk dat we hem hebben. Hij staat dus al gewoon in de groep. Dus ik denk dat hij het wel goed kan vinden met de rest. Nou, dat waren dan denk ik de nieuwe dieren tot nu toe. Het kan zo zijn dat er over een tijdje weer heel veel nieuwe dieren zijn. Maar dat zien we dan weer in een volgende aflevering van Ranger Request. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei doei!